Wat heel leuk is, wat je bij de kinderen die met de torens gaan werken ziet, is dat ze, wanneer ze een opdracht uitgekozen hebben, dat ze echt beginnen te stralen. Het is voor deze kinderen dan toch wel weer een enorme uitdaging. Het prikkelt ze, ze moeten nadenken, ze raken geïnspireerd. En met ander werk is dat toch anders. Dit is echt een project waar ze hun tanden in kunnen zetten. En een voorbeeld daarvan zijn twee meiden die vorig jaar een goed doel hadden uitgekozen als mapje. Een rode peper is dat. En die hebben dat natuurlijk helemaal geregeld, een contact gezocht met een goed doel en een sponsorloop georganiseerd hier. En niet alleen voor hun eigen klas of voor de hele school. Van de kleuters tot en met groep 8. En alle kinderen kregen een lijst waarop ze de sponsors konden schrijven. Ze hebben het geld helemaal zelf ingezameld. Ze hadden een kraampje met limonade geregeld en snoepjes. En de mensen van het goede doel van UNICEF uitgenodigd om hier ook te zijn. En het was echt geweldig. Dus het is iets, als het één keer loopt, dan is het niet alleen iets van die twee kinderen, maar eigenlijk voor de hele school. Want op dit moment wordt er gewerkt aan het mapje een klassefeest. En wat ik er nu tot nu toe van gezien heb, denk ik dat het geen klassefeest wordt, maar een feest voor de hele school. En ze zijn een budget aan het verzamelen door flessen in te zamelen. En het moet heel erg groot en geweldig gaan worden. En het thema is al bekend, dat wordt Hawaii. Dus ik denk dat het in de zomer gaat plaatsvinden. Maar nou ja, het is gewoon geweldig om te zien. En ze maken het ook heel spannend, want de andere kinderen mogen het dan niet precies weten. Want dan is het geen verrassing meer. En nou, die meiden die gaan op een roze wolk door de school als ze ermee bezig zijn. En dat is geweldig om te zien.